Dag allemaal, Livius Aburba, Condita, Boek 1, paragraaf 56, alinea 2 en 3. Um, de Tarquinius Superbus is bezig met tempels bouwen en met bank um, uh, uh, uithakken in het Circus Maximus en met een Cloaca Maxima aanleggen. En daar gebruikt hij allemaal werkelijk uit het volk voor en ik vind vindt dat niet heel erg gaaf. Want die moeten al zoveel doen. En het zijn ook soldaten en zo. En het kost onwijs veel tijd en werk enzovoort. Maar goed, die, die, die werken die hij die aanlegt, waren wel bijzonder. Quibus, duobus, operibus, vix nova haik niet magnificent. Ja, quick quam atai quare Deze datib bestaat er vanwege adai Dus nog even deze twee werken. Het is dus meervoud van opus weer. Dat is meervoud. Kon um, de. Uh, Nova Haik Magnificentia, deze nieuwe luister, als een magnificence, weet je, bijzondere pracht en praal, die nu in de huidige tijd, of zeggen in de tijd van Livius in de Rome heerste, of er te zien was. Deze nieuwe pracht en praal, uh, nauwelijks, um, ja, uh, letterlijk, daaraan kon, kon die nieuwe pracht en praal nauwelijks iets gelijk maken. Nou, adequatie is hier ook wel iets van. Um, die ze gelijk maken aan als wel evenaren. En dan wordt dit zoiets als in enig opzicht. Dus deze twee werken konden nieuwe luisteren, deze nieuwe luisteren van, van nu dus, nauwelijks in enig opzicht, maar uh, evenaren. Dat waren hele bijzondere werken. Maar goed, het volk moet daar hard voor werken. En dan lezen we dit. Hier is Laboribus Exercita Plebe. quia et urbi multitudinem ubi usi sunt on esse oneri revatur esse et colonis metendis occupari latius imperis finis volebat signiam cercaeos quo colonos misit praesidia urbi futaura terra madique langsinnetje eh uh, ik begin met een ablativus absolutus. eh niet deze want dit is niet met een, een, een participium erbij deze wel dit is een ppp en dit is een Een, een, een ablatief van plebs. Dus letterlijk nadat het pleps, het volk. Dit is gewoon een ablatief met door, door deze werken, door deze inspanningen. X er kita. Um, X keren is natuurlijk gewoon trainen of zo, maar ook afmatten in dit geval. Dus afgemat, uh, uh, ik zou zeggen was, want we zitten in de verleden tijd hier in het hoofdwerkwoord, um, dus dat het volk door deze inspanningen afgemat was, komma omdat Rebatur, dat is een heel gek woord, Reri, Reor, ik meen, Reri te menen, zijn deponens, en dan hier in de hij-vorm natuurlijk, want het gaat over Tarquinius Superbus en het is imperfectum. Omdat hij meende, uiteraard krijg je een ACI, dat de multitudinem, de menigte, um, Urbi, dativus, voor de stad. Oneri, onus is een last. Hier in de enkel enkelvoud ook, dus onzijdig woord. Um, dus laten we zeggen, voorlast, oftewel, tot last. Essen, hoort dan bij die asi, was. Omdat hij meende dat de menigte voor de stad tot last was, of gewoon de stad tot last was. Zo zeggen wij dat in uitdrukking. Ubiusus non esset, letterlijk waar er geen nut was. Oftewel, hij bedoelde te zeggen. Uh, waar men hen niet kon gebruiken, hè, dus waar uh, er geen nut voor hen was, voor, voor die enorme menigte mensen. Er was geen werk voor ze. Die cognitieve is hier zo, is natuurlijk omdat A ah, deze UBI-zin binnen de ACI geplaatst is. Dan moet er verplicht altijd een cognitief staan, maar het heeft ook nog een beetje kausaal, waar er immers oh, yeah, geen, geen nut voor hen was, waar men hen immers niet kon gebruiken. Um, dat meende hij. Hij meende dat. En, geen, geen, dat hij niet meer de stap tot last was. En, uh, oh, tweede, sorry, het tweede wat, wat hij wilde. En omdat hij wilde, uh, wat wilde die? ASI: dat de uh, grenzen, of het gebied, imperie, van het imperium, van het imperium, van de macht, van zijn macht, latius, is dus een een comparatief bijwoord van latus, latus is breed of wijd. Dus dit is wijder. En occupari, occupari is uiteraard bezetten. Um, dit is een infinitief presens passief. Dus bezet werden. Nou, dat is natuurlijk geen echt mooi Nederlands. Dus omdat hij wilde dat de grenzen van het gebied wijder bezet werden. Nou, daar kun je uiteraard het beste van maken omdat hij wilde dat de grenzen van het gebied uitgebreid of verder uitgebreid. He? Dus verder uitgebreid werden. Ik doe werden, want dat is natuurlijk een imperfectum. maar dit is natuurlijk passief wat ik krijg. Uh, en hoe dan? Nou, kolonies met tendies. Ablativus, dus iets, iets met door. Um, en dit, op dit is een nd, dus een gerundivum. Um, in dit geval kan je dat zeggen dat het gerundivum is, want nou, het is en het eindigt op i's. Um, door kolonisten te sturen. Door het sturen van kolonisten. Ook dominant gebruiken we niet door. De te sturen kolonisten, natuurlijk, dat is, geen echt, dat is niet wat hij bedoelt, nee, door het sturen van kolonisten of door kolonisten te sturen. Um, de, dus hij wilde gewoon mensen ergens anders laten wonen dan in Rome en daardoor zorgen dat die, dat die macht uitgebreid werd. Omdat hij dat dus allemaal vond en wilde, wat deed hij doen? misit stuurde hij kolonos, heb je ze weer? Kolonisten. En deze accusatieven zijn van richting naar Signia en naar Kerkei. Waar is dat nou allemaal? Daar hebben we een mooi kaartje van. Um, hier is Rome. Uiteraard, nu de huidige kaart met al die wegen, moet je even negeren. Hier ligt uh, Signia, tegenwoordig Sengi. Dus dat is in Latium gewoon. In Latium is ongeveer dit gebied hier zo. Um, ik, gewoon in het binnenland dus. En hier, zijn Felice Chircheo, um, daar uh, lag Chirchei. Dat is aan zee, eh, met een soort voorgebergte. Nou, het is een mooi plekje wat ook eh, een rol speelt in het verhaal over Kirke. Eh, de, 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 die, die heks en zo, met Odysseus komt daar langs en Arneas komt daar ook langs. Nou, of dat ook dacht daar is gelegd, nou, weten we niet, maar die naam heeft iets mee te maken. Um, uh, dus daar stuurt hij ze naartoe, binnenland en aan zee. Nou, dat doet hij expres, want. Praesidia urbi futura terra marica. Ehm. Um, Beschermingen, een presidium is een bescherming, of een aantal mensen bij elkaar, een soort garnizoen als het ware, hè, dus uh, die bescherming bieden. Dus laten we even gewoon uh, bescherming of zo uh, vertalen, of beschermingen. Urbi voor de stad, Futura, hier is bijvoeglijk naamwoord van Futura, dus toekomstig, dus toekomstige beschermingen voor de stad, Terra marique, allebei ablatiefs, uh, te land en ter zee, hè, op land en op zee. Nou, daarom liet ik net zien ook he, dat één ligt in het binnenland en ander andere ligt aan zee. Dus dan hebben ze in ieder geval al, al een paar uh, voetjes aan de grond, zal ik maar zeggen, daar uh, in de buurt. Nou, de vraag is of het echt historisch is dat deze lui daar komen, zijn komen wonen. Uh, als eerste het kolonisten zijn, dat die een stad gezicht hebben daar. Uh, dat is de grote vraag. Waarschijnlijk wonen daar al andere mensen uh, uh, voordat deze kolonisten daar kwamen. Uh, dat waren de Volski. Dat was een ander volk daar in de buurt, dat heette de Volski. En, uh, uh, nou, er is ook oorlog geweest later en zo. Nou, daar ga ik verder niet op in, maar um, die steden bestonden waarschijnlijk al, uh, beter gezegd, dorpjes. Um, dit uiteindelijk ook weer een soort van appositie, een bijstelling bij Signia en Kerkei. Um, en even kijken. Voor de rest uh, is het allemaal redelijk uh, logisch. Geen uh, stijlmiddelen of dergelijke die ik nog wil bespreken. Dus tot zover. Goed, volgende keer komt er weer een verontrustend voorteken, zoals dit hele jaar al draait om voortekens en voorspellingen. Tot dan weer.